Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe ik deze kwastjes maak, de tessels, die ik ook in mijn kerstswap voor Melanie, de adventswap, had gestoken voor haar om mee te knutselen, maar ook aan een paar projectjes van mijzelf had gehangen. Het is een heel leuk iets om te maken, super snel eigenlijk ook. En je kan er net je projectjes weer wat extra's mee geven. En we hebben een paar dingetjes nodig. Zoals je ziet natuurlijk garen. Ik heb dit garen, dat heb ik al wat langer geleden gekocht bij Action. Maar het is niet zo'n heel dik garen, gewoon acryl. Maar je kunt het ook met allerlei andere garens doen. De dikte van het draad heeft wel invloed op de massa, de dikte van je kwast, zeg maar. Dus deze hebben we in ieder geval nodig. Nou, we hebben wat kralen nodig. Ik heb... dit doosje ooit is bij Action gekocht. Dat vind ik hele leuke kleurtjes om te combineren met deze tintjes van het garen. En dan hebben we pompons nodig. Daar heb ik ook een bakje van vol. En ringetjes. Het kan ook zonder ringetjes. Maar ja, ik heb ze nog liggen. En het is wel gemakkelijk als we hierboven een ringetje hebben zitten. Waar je dan bijvoorbeeld een veiligheidsspeld of iets anders doorheen kan halen. Om het aan je projectje vast te maken. En ik heb nog een pot met grotere kralen, maar daar kun je mee afwisselen. Je kan ook alleen wat kleinere kralen gebruiken, net wat je leuk vindt. En dan hebben we nog één belangrijk ding nodig, namelijk een pasje. Dit kan gewoon je bankkaartje zijn. Ik heb een bloemenbon die al op is helaas, die ik daarvoor gebruik. En een schaar. Oh ja, en een naald. Verder, dat was het volgens mij. Ja. Nou, dat ga ik je laten zien. Ik heb van het garen een wat langer stukje nodig. Gewoon een beetje wat willekeurig. Wat zal het zijn? 30 centimeter ongeveer. En een iets korter stukje. 20, 15 à 20 centimeter. Die leg ik even apart. En dan gaan we... waar heb ik nou het begin? Hier zo. Gaan we 40 keer... in de lengte over je kaartje wikkelen. Ik heb het ook wel eens korter gedaan. Maar dan, ja, dan wordt hij natuurlijk in zich heel wat korter. En dan heeft hij minder dat lekkere swingerige. Dat vind ik wel leuk. Dus daarom kies ik ervoor om hem dus over de lengte heen 30 à 40 keer te wikkelen. Dit was ongeveer 40 keer. Knip ik hem af. En dan pak ik het langste stukje wat ik net had voorgeknipt. En die haal ik er doorheen. En daarmee bind ik... Daar zet ik een knoopje op in het midden. Dan bind ik ze dus allemaal mee aan elkaar. Ik probeer een beetje een strak knoopje, dat ze een beetje stevig zitten. En dan kan de kaart eruit geschoven worden. En dan ga ik daarna ze aan de overkant, dus hier zit dat lange touw vastgeknoopt. Aan de overkant knip ik alle draadjes door. Zo, en dan hebben we dat kortere stukje nodig. Even kijken of ik dit er mooi... Dan knip ik af. Dat korte stukje, dat gaan we hierboven eromheen wikkelen. Een keer of 5, 6. En dan knopen we dat ook weer vast. Dan is je kwastje al klaar. Zo, en dan gaan we de naald hierboven aan die lange stukken rijgen. En daar rijgen we dan een paar kralen eerst op. De kralen
moeten wel een beetje een wat groter gat hebben. Dat is wel gemakkelijk. Want we gaan namelijk straks ook weer er terug doorheen. En je naald moet erin passen. Even kijken. Ik ga nou een roze als eerste doen. En dan uit dit pakje nog iets leuks. Even kijken. Misschien een snoepje. En dan een wit bolletje. Of zal ik een lila? Een lila kruiltje. En dan als laatst kies ik voor een pompon. Even kijken. Een leuke. Zal ik een witte doen? Ja, witte vind ik wel leuk. Bij de pompons probeer ik een beetje het midden op te zoeken en daarin te prikken. Maar dat, ja, het midden vinden is niet altijd gemakkelijk. En dus ik probeer hem op mijn naald altijd even kijken of ik hem er niet zo doorheen kan trekken. En als dat niet zo is, dus ik heb nu in één keer goed gestoken, maar dat is niet altijd het geval. Dan kan die dus doorgeschoven worden naar onder. En dan hebben we een ringetje nodig. Ik heb verschillende ringetjes. Ik ga eerst deze opmaken. Die zijn bijna bij het eind. Die rijg ik helemaal naar onder. En dan ga ik daarna weer terug door de pompon en door de kralen. Even zoeken. En ook door het, ik noem het maar even het kopje van mijn kwast, van mijn tessel. Zodat die hieronder eruit komt. Dat is een beetje het friemel gebeuren van dit. Dat die er wat stroever doorheen gaat, maar dat lukt, kijk. En dan moet ik alleen even kijken dat dat oogje niet te ver in de pompon verdwijnt, want anders kan je natuurlijk nog niet gebruiken. Dus daar zet ik even een andere speld voor de zekerheid onder. En oh, nou is mijn naald er afgevallen. Dat is wel een beetje jammer, want wat ik altijd deed, maar nu is het natuurlijk een beetje gokken. Ik denk deze kortere. Ja, een beetje gokken. Wat nou het draad is? Ja, dit is hem. Die knoop ik nog vast hier aan twee van die draden van mijn tessel. En dat zorgt ervoor dat ze natuurlijk, als je dan ze op hebt gehangen en dit draadje wat je terug hebt gestoken zit niet vast, dan trek je dat natuurlijk ook vrij gemakkelijk weer los. En dit vastknopen zorgt ervoor dat ze dus niet, dat die dus niet weer eraf getrokken kan worden eigenlijk, de cirkel. Want anders trek je hem zo van je project. Kijk, en dan heb ik alweer een leuke nieuwe. En nou, ja, ben ik als kapster, vind ik dat dan toch dit een beetje ingewikkeld, dat dat niet zo netjes is. Dus dat knip ik dan altijd nog even bij. Maar dat is natuurlijk niet per se nodig. Maar ja, dat zal mijn beroep wel zijn. Dat ik dat dan toch wel even ook netjes wil afwerken. En dan heb ik weer een leuke tassel of een leuke kwast, hoe je het noemen wil, om je projectje mee te versieren. Ik hoop dat jullie mijn kleine tutorial leuk vonden, dat je er wat aan hebt. En nou ja, als jij ook zo'n leukert hebt gemaakt, vind ik het natuurlijk altijd reuze leuk om dat te zien. Dus laat het me zien of op de Low Budget groep, Facebook groep of via een pb'tje op Instagram of Facebook. Altijd leuk om te zien. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!